Ik ben Joran Denissen. Ik ben 28 jaar oud. Ik heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf in Nispen. We hebben dit jaar een nieuwe stal gebouwd. Daarbij hebben we gekozen voor drie melkrobots van Lely. Daarnaast hebben we ook gekozen voor de Lely Sfeer. Daarbij horen de twee endcaptures en twee collectors. Met de bouw van de nieuwe stal moesten we ons eigenlijk ook oriënteren uiteraard op een emissiearme vloer. Ja, we hebben verschillende vloeren overwogen. Uiteindelijk kwamen we bij de Lely Sfeer terecht. Wat me enorm aansprak was dat de mest en de urine direct van elkaar gescheiden wordt. Wat me dan dus bij ons in het traject van de bouw ook nog mee te nemen was dat we de kelder daarop op konden aanpassen. De mest en urine daadwerkelijk van elkaar apart opslaan. De endcapsules zet je eigenlijk op het mixgat en zo wordt de onderdruk op heel de kelder gecreëerd. Daarbij konden we ook kijken dat de endcapture de put met onderdruk afzuigt. En bijkomend voordeel daarvan is dat die lucht gewassen wordt. Door de Lely Sfeer krijgen wij drie soorten mest. De urine, de dikke fractie en vloeibare stikstof wat uit de endcaptures gewonnen wordt. De dikke fractie die de collector opzuigt wordt in een aparte put onder het boxdek opgeslagen. En daarna door middel van een mestscheider nog verder ingedikt. En die dikke fractie die rijden wij weer in de boxen als goed lichtcomfort voor de koeien. Mede dat dus dat in de oude stal toepasbaar was en in de nieuwe stal, ja, stonden wij er eigenlijk wel heel erg achter om voor dit systeem te gaan. De roesterstalen strips die worden in de normale roostervloer ingebracht. Ja, en de collector die kan op diezelfde roostervloer ook zijn werk doen. En dat is eigenlijk gewoon een bijkomend voordeel voor een oude stal, dat daar dus niet een nieuwe roostervloer of een emissiearme vloer moet gelegd worden. Terwijl de gewone roostervloer eigenlijk nog gewoon goed is. Afgelopen najaar hebben we al een deel van de urine uitgereden. Onze ervaring was dat die snel werkend was. We waren in de kuilanalyse ook wel positief verrast. Naar mijn verwachting zullen we de dikke mest in het voorjaar uitrijden. Deze komt iets langzamer vrij als de urine. Wat levert de sfeer ons op? Meer stikstof van ons eigen bedrijf. Ik verwacht dat we door de vloeibare stikstof minder kunstmest hoeven aan te kopen. Nou, met betrekking tot de wetgeving voldoen we nu aan de emissie-eisen met de Lely Sfeer. Zowel voor de nieuwe als voor de oude stal. En ik denk dat de Lely Sfeer voor andere boeren ook wel een uitkomst is, met name in bestaande stallen. Wij denken met dit systeem in deze stal klaar te zijn voor de toekomst.